We gaan vandaag kijken naar de microbolletjes. Het vraagstuk begint met een hydrolyse van een polymeer. Een polymeer dat bestaat uit de monomeren melkzuur en glycolzuur. En gevraagd werd om op de uitwerkbijlage de vergelijking van de volledige hydrolyse van het polymeer weer te geven. Compleet met ontbrekende stof en coëfficiënten en structuurformules gebruiken voor de koolstofverbindingen. Oké, gaan we doen. Nou, je ziet het is een polyester. Dan moet je eerst eventjes de monomeren eruit halen. Ik snijd dan altijd even door de estergroepen. Dan trek ik die monomeren eruit. Deze groep, die zie je nu hier staan. En aan zo'n C dubbelgebonden O. Daar zet je dan een OA. En aan de andere kant zo'n O'tje. Dat wordt dan een haartje, zodat je je carbonzuur en je alcoholgroep weer terug hebt. Nou, dat doe je ook met die rechter. Dan zijn dit de twee monomeren die ontstaan. Dan moeten we nog even kijken naar de hoeveelheden. En naar de coëfficiënten van de vergelijking. Water niet vergeten. Het is een hydrolyse, een reactie met water. Voor elke keer dat je binding kapot maakt, lever je een watermolecuul aan. We hebben totaal M van deze eenheden. Dus die komen daarbij vrij. En Nico N van deze. En ja, hoeveel watermoleculen heb je dan nodig? Nou, het aantal watermoleculen dat je nodig hebt is gelijk aan M plus N min 1. En die min 1, dat hangt samen met het volgende. Stel, je hebt 6 monomeren aan elkaar hangen. En een klein polymeertje, oligomeertje. 6 deeltjes, 6 monomeren aan elkaar. En dan moet je 1, 2, 3, 4, 5 keer knippen om op die losse monomereenheden te komen. Dus heb je totaal 100.000 monomeren, dan heb je 100.000 min 1 watermoleculen nodig om hem helemaal in losse monomeren om te zetten. Dus dit is het antwoord. In dit gedeelte van het vraagstuk wordt aangegeven hoe dat geneesmiddel wordt opgesloten in dat polymeer. Dat gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt het geneesmiddel samengevoegd met het polymeer in een geschikt oplosmiddel. En daarna wordt het onder hevige roeren hier geïnjecteerd in warm water. Hier ontstaan die bolletjes waarin dat geneesmiddel is opgesloten. Nou, er worden hier twee scheidingstechnieken gebruikt. Je ziet dat hier de bolletjes met het geneesmiddel en water eruit gaan en daar het oplosmiddel. Nou, welke twee scheidingstechnieken worden hier gebruikt? Nou, ten eerste extractie. Je ziet dat hier de bolletjes met het geneesmiddel oplossen in het water en het oplosmiddel niet. Dat is hier het extraheren, mag je ook zeggen. En ten tweede wordt hier het water van het oplosmiddel gescheiden. Het is hier warm water en het oplosmiddel hier wordt gasvormig. Dus we zijn hier bezig met indampen. Bij vraag 13 wordt er een nieuwe term geïntroduceerd, de EE, de Encapsulation Efficiency. Het komt eigenlijk op neer dat je met de EE uitdrukt het percentage van het gebruikte geneesmiddel dat uiteindelijk in die bolletjes terechtkomt. Die EE die hangt af van de oplosbaarheid in water van zowel het geneesmiddel als het organisch oplosmiddel. We moeten nu uitleggen of de EE relatief hoog of laag is als een geneesmiddel wordt gebruikt met een hoge wateroplosbaarheid. Nou, hier speelt het zich allemaal af. En als hier het medicijn, het geneesmiddel, gewoon goed oplost in het water, ja, dan wordt er vanzelf minder opgenomen door die microbolletjes. En dat betekent dus dat die EE laag zal zijn, want er komt dan een lager percentage van het geneesmiddel in die bolletjes terecht. Als oplosmiddel zijn dichloormethaan en tetrachloormethaan met elkaar vergeleken. En de oplosbaarheid van deze stoffen in water verschilt. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de CCL-binding een polaire atoombinding is. En leg nu uit, aan de hand van de microstructuur van beide oplosmiddelen, welk van de twee oplosmiddelen het best in water kan oplossen. Gebruik hierbij begrippen op microniveau. Teken even hier de twee moleculen waar het om gaat. Dit is het tetrachloormethaan. Nou, je ziet tetrachloormethaan is een tetraeder. En dit zijn de vier polaire atoombindingen. Waarbij de elektrische veldjes die langs deze as liggen, omdat dit een tetraeder is, elkaar netto opheffen. Dus dat betekent dat dit een apolair molecuul is.
Als je naar dit molecuul kijkt, die chloormethaan, dan zie je daar een elektrisch veldje. En daar, dat betekent dat er netto hier een elektrisch veldje loopt. Dat dit dus een polair molecuul is. Nou, dan nog de vraag, welke van de twee zal het beste in water oplossen? Nou, watermoleculen, dat zijn ook dipoolmoleculen. Die hebben ook een delta min en een delta plus kant. En dat betekent dat dat dichloormethaan beter in het water zal oplossen. Omdat die moleculen van het dichloormethaan met een delta plus en een delta min kant interacties aangaan met de watermoleculen met een delta plus en een delta min kant. Dus het polaire dichloormethaan lost dan beter op in water. We moeten bij vraag 15 een luwe structuur tekenen van deeltje X. En dat deeltje X ontstaat wanneer het ammoniak reageert met dit molecuul. Dit molecuul dat is DSM. Zo noem ik het maar DSM. En wanneer DSM in contact komt met een verdunde ammoniakoplossing, dan vindt er een reactie plaats die vergelijkbaar is met hydrolyse. Het mechanisme is hier onvolledig weergegeven. En in de eerste stap van het mechanisme wordt uitsluitend deeltje X gevormd. Dus er is koppeling tussen dit molecuul en dat. En dan wordt er één deeltje X gevormd. En men vraagt zich af wat de luwe structuur is van het deeltje. En we moeten daarbij de formele ladingen weergeven. Oké, dat gaan we doen. Hier nog even vergroot de boel neergezet. Nou, deze gaat koppelen daaraan. Je weet ook, hè, dit is ook een polaire atoombinding. Deze is delta plus, die is delta min. Dus het elektronenpaar, dat botst hier graag aan deze delta plus. Hè. Dit is negatief geladen, elektronen zijn negatief, dus dat wil wel. Dus deze gaat koppelen. Daar heb ik een nieuwe binding. Dan klapt dit elektronenpaar daar dus op. Dus ik heb in ieder geval hier al mijn octetregel waar ik aan moet voldoen. En deze ook. En ik moet nog even verder met mijn luwe structuur. Want ik moet nog de formele ladingen aangeven. Nou, dit stikstofatoom heeft hier een lading van 1+. Omdat stikstof volgens Binas 5 valentie-elektronen heeft. En hier heeft hij de 4, want elk gemeenschappelijk elektronenpaar heeft hij de eentje 1, 2, 3. Daar ook eentje is 4, komt 1 tekort en hij is dus plus. En dit zuurstofatoom is min, want zuurstof heeft 6 valentie-elektronen. En hier heeft hij de 7, eentje is van hem, deze ene. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus vandaar de lading van 1 min. En hier bij chloor moet ik ook nog, en deze O ook, elektronenpaar tekenen. Dan heb ik mijn Lewis structuur met formele lading compleet van het deeltje. Veel geneesmiddelen zijn zwakke bazen of zuren en de oplosbaarheid in water van die stof hangt daarom af van de pH. In figuur 6 is de structuurformule van een geneesmiddel weergegeven. Dit is een zwakke bazen. Hij neemt dus H-plusjes op. Leg uit of bij een lagere pH, dus wanneer er veel H-plus-ionen aanwezig zijn, de oplosbaarheid in water van deze stof hoger of lager is. Nou, het is een base, dus in zuurmilieu gaat hij die H-plusjes opnemen. Nou, je wordt niet gevraagd waar die H-plusjes zitten, maar kan het je wel vertellen. Daar zitten van die stikstofatomen en die kunnen H-plusjes opnemen. Het soortgelijk zag je bij ammoniak. Die kan ook H-plusjes opnemen. Dat komt eigenlijk door dat vrije elektronenpaar dat daar zit. Nou, doet er niet zoveel toe. Het was een zwakke basis. Hij neemt H-plusjes op. Dus er ontstaat een deeltje dat hier positief geladen is. En dat betekent weer in combinatie met het oplosmiddel water dat delta plus delta min is. Dit is een dipool is dat je hier een dipool-ion interactie hebt, dus dat de oplosbaarheid van dit geneesmiddel in deze vorm zal gaan toenemen bij een lagere pH. Oké, dit was hem. Bedankt.